gezien? Hebben jullie het gezien? Bij Jinek? Ja. Erik Deugneus Dijkstra. Ja. Weet je wel, die Dijkstra die was toen ten tijde van MeToo en grensoverschrijdend en weet ik veel. Toen was hij er als de kippen bij om lekker te gaan zitten deugen. En ja, en deze deugneus, die zat dus bij die Jinek. En het ging dus over die Fidan. Ja, want Fidan die heeft een documentaire gemaakt over cancel en woke en weet ik veel wat allemaal meer. En die beweert dus en die zegt dan dat haar programmaatje, weet je wel, dat was de vooravond, die is haar afgenomen omdat zij dus iets te rechts was voor BNN-Vara. Nou, en daar komt de deugneus Dijkstra, ja, die komt daar allereerst. Komt hij eventjes zijn collega of ex-collega van Op 1, die komt hij even de maat nemen. Die komt hij eventjes stevig afserveren. Ja, ja. Heb je dat gezien? Want de vooravond was dus helemaal geen goed programma. En ze moest verder niet zo zeuren. En get on with your life en dat allemaal. Nou, dus die was lekker aan de beurt. Die Fidan. En die zat niet eens ook lekker geregeld door die Jinek. Die zat verder ook niet aan tafel daar. Dus die kon zich ook niet verdedigen. Nou goed, maar daarmee was de deugneus nog niet klaar, vrienden. Want toen kwam hij. Toen ging hij eens eventjes enorm de loftrompet eventjes, ja, ging hij blazen over de BNN-Vara. Ja, nou, vrienden, dat was zo'n geweldig bedrijf. En je kon daar zeggen wat je wilde. En er was helemaal geen cancelcultuur. En noem het allemaal nog. Geweldig, BNN-Vara. Nou, vrienden, ik heb gewerkt hier. Je kijkt hier naar iemand. Heb gewerkt bij de Vara. Nou, als er ergens achterklap en roddel is en dat mensen je zwart willen maken, dan is dat wel bij de Vara. Ik ben daar niet, ik zal niet in detail treden verder, maar ik ben daar niet voor niks weggegaan. De Vara, oh, dat zo'n geweldig bedrijf is. Ach, we hebben het pas geleden toch nog gezien, ook met die BNN Vara. Toen lieten ze toch zo poep keihard. Die Matthijs van Nieuwkerk liet ze zo vallen. Huppakee. Oh ja, nee. Ze zijn daar heel erg leuk bij BNN-Vara. Dus die Dijkstra, die ging in zo vol. Met vol ging hij daar een bruine arm halen, zeg. Bij die directie van die BNN-Vara. Oh, die ging er heel ver in. Ging helemaal. Oh, hij kon niet ver genoeg gaan. Dus zelfs een oorlelletje hier. Een oorlelletje. Daar zat nog wat op. Kun je nagaan. Zo ver ging die. Ja. En die Dijkstra, die moet gewoon veearts worden. Ja. Dan kan hij elke dag. Kan hij erin zo. Ja. Lekker. Lekker diep erin. Gadverdamme. Vrienden. Ja. Je zal toch maar een deugneus zijn.